voor betere structurering en coördinatie van werkzaamheden bij de plaatsing en vervanging van straatverlichting landelijk heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akinboto, op 14 januari 2020 de commissie Straatverlichting geïnstalleerd. Deze werkgroep zal ervoor zorg dragen dat slechte straatverlichting in geheel Suriname tot het verleden moet gaan behoren. Ja, verlichting is van grote invloed op het gebruik van openbare ruimte. Het beïnvloedt hoe de mensen de openbare ruimte ervaren. Zo kan je aangeven dat het ook het waarborgen van straatverlichting, althans de sociale veiligheid en de leefbaarheid van de mensen in feite beïnvloedt. In dat kader heeft de president van de Republiek Suriname en de minister van Natuurlijke Hulpbronnen de opdracht gegeven om het straatverlichtingsproblematiek te mitigeren, dus landelijk te mitigeren. Het project heeft een landelijk karakter. Daarmee willen we duidelijk aangeven dat gebieden landelijk zullen worden aangepakt. Ook het binnenland zal worden aangepakt. En we zullen werken aan het verbeteren van de straatverlichting. Het maatschappelijk belang van dit project is dat wij willen bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de burger, voor de burger. Ook is het natuurlijk een gezichtsverbetering van de gebieden die zullen beschikken over straatverlichting. Waar er storingen, waar er nieuwe aanvragen zullen zijn. Wat we natuurlijk op lange termijn kijken we ook naar de duurzaamheid van het project. We weten wel dat de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, de duurzaamheidsdoelen. We mikken natuurlijk hierop ook, zeker op doel 7 en doel 13. Als een HFLD-land moeten wij natuurlijk ook bijdragen aan het mitigeren van de klimaatsverandering. Door dit project zal alleen gebruiken van LED. En daarmee mikken we ook op energie-efficiëntie. En zo proberen wij ook ons bijdrage te leveren. Voor dit moment zijn we gestart met we zijn eerst gestart met een app. De burger kan zelf de registratie doen. Wat wij doen is de registratie van alle aanvragen. Dus we doen inventarisatie, want om precies te weten te komen wat je nodig hebt, moet je inventariseren. En daarvoor is er een app. De mensen registreren, wij beoordelen. Tegelijkertijd vragen we de IBS een offerte aan, omdat de lampen in feite, je gaat ervoor moeten betalen vanuit het ministerie. Dus de lampen worden niet gratis geplaatst. En na zo'n beoordeling geven we dan de IBS dan goedkeuring om de lampen te plaatsen op het netwerk. Het project heeft een ongoing karakter. Het ontwikkelen van een gebied, het brengen van straatverlichting, brengt met zich mee ontwikkeling. En ontwikkeling is een never-ending proces. Natuurlijk, de commissie is na 9 maanden tijd dan ontbonden, maar de werkzaamheden zullen dan nog zich voortzetten en er zullen nog steeds nieuwe gebieden worden voorzien van straatverlichting. Hoe de mensen zich kunnen registreren of hun kunnen aanmelden of hun problemen kunnen doorgeven. Als u gaat op de website van het ministerie van NH, www.minnh.net, dan zult u als eerste zien straatverlichting. Als u daarop klikt, straatverlichtingsverzoek, als u daarop klikt, dan moet u al de vakjes natuurlijk invullen. Niet vergeten uw persoonsgegevens, uw e-mailadres, zodat we met u in contact kunnen blijven. U klikt op save of u klikt op het versturen van uw melding en dan krijgen wij dat dan van de commissie. Het is een ongoing project. De commissie is weliswaar voor 9 maanden geïnstalleerd, maar in feite we hebben heel veel, tot op dit moment hebben we al heel veel zaken gedaan om zaken goed te trekken. Het zou eigenlijk zonde zijn om te zeggen dat je na 9 maanden stopt met dit project. Dus dit project gaat gewoon door. Want straatverlichting is eigenlijk nodig, zoals ik eerder had aangegeven, voor de leefbaarheid
De veiligheid, het veiligheidsgevoel van de mensen moet je eigenlijk garanderen. Dus dit project zal dan gewoon doorgaan. We doen het verzoek naar alle Surinaamse burgers om hun verzoeken, hun storingen met betrekking tot straatverlichting natuurlijk te deponeren. Natuurlijk te registreren online. En als u dat doet, dan kunnen we u garanderen dat uw verzoek natuurlijk in behandeling wordt genomen. Bent u van het westen van Saramaca, bent u van het oosten van Kamuene, van het noorden van Paramaribo of het zuiden van Sipaliwini, doet u de registratie en wij kunnen garanderen dat uw verzoek in behandeling wordt genomen. Wij zullen de beoordeling doen als commissie, wij zullen met u in contact treden. In feite, zoals ik eerder heb aangegeven, voor nu hebben we 1124 aanvragen. Wij mikken op minimaal 10.000 aanvragen. En als het een ongoing project is, zou je dan eigenlijk niet kunnen aangeven dat het bijvoorbeeld 10.000 wordt of 20.000. Je kan gewoon die aanvragen zullen komen. De website is www.minnh.net. Als u daarop klikt, zult u zien een balk met straatverlichtingsverzoek daarop. U klikt daarop, er zijn een aantal vakjes. U vult ze natuurlijk in. A, U, B, uw persoonsgegevens niet vergeten, want zo kunnen we in contact treden met u. Indien u jaren geleden ook een verzoek hebt gedaan, het nog niet in behandeling is, of u nog geen verandering hebt gezien, vergeet A, U, B deze brief of de gegevens. Vergeet uw AUB niet om deze ook op te laden als bijlagen. En dat klinkt u op verzend.